Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur. Een grote schok in het Nederlandse voetbal. De jonge Ajax-speler Abdelhak Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade opgelopen nadat hij afgelopen zaterdag onwel werd tijdens het oefenduel van Ajax in Oostenrijk. De 20-jarige Abdelhak Nouri zakt ineen tijdens de wedstrijd tegen Werder Bremen. Hij wordt lang behandeld op het veld en uiteindelijk per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Uit de onderzoeken in Innsbruck blijkt nu dat er zware hersenschade is. Ajax meldt vandaag op de eigen website. Op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck zijn de afgelopen dagen de hersenfuncties van Nouri verder onderzocht. De diagnose die nadien werd gesteld is dat een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert. En dat de kans op herstel van deze cruciale hersenfuncties nihil is. Dit alles hoogstwaarschijnlijk als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen. De familie heeft laten weten dat hij niet aanspreekbaar is, geen contact maakt en morgen met een speciale vlucht terugkomt naar Nederland. Hartproblemen bij voetballers. Het Nederlandse voetbal kent ook voorbeelden met verschillende afloop. FC Utrecht moet in 2005 afscheid nemen van David Di Tommaso. De verdediger overlijdt 's nachts in zijn slaap aan een hartstilstand. Hij is nog maar 26 jaar. In 2010 wordt Evander Snow tijdens een wedstrijd met Jong Ajax getroffen door een hartstilstand. Twee jaar later, als speler van NEC, heeft hij opnieuw hartproblemen. Snow speelt de rest van zijn carrière met een pacemaker. Bij Nwankwo Kanu, die in de jaren 90 furoren maakt bij Ajax en in het Nigeriaanse elftal, worden problemen geconstateerd als hij overstapt naar Inter. De medische keuring in Italië brengt een hartstoornis aan het licht. Hij wordt geopereerd. Ook de Wereldvoetbalbond FIFA maakt zich zorgen. Michiel de Hoge is voorzitter van de medische commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA en ook van UEFA. En hij is in Brugge. Goedenavond, meneer de Hoge. U was ook sportarts in een grijs verleden weliswaar bij Club Brugge. Eerst maar eens even dit. Het hartfalen bij topsporters. Is dat een probleem dat vaak voorkomt en waar u bezorgd over bent? Wel, het is een bijzonder groot probleem. U moet namelijk weten dat elke maand op een voetbalveld nog een jonge atleet sterft. En in onze vergaderingen van medische commissie, zowel bij FIFA als bij UEFA, staat dat zeer hoog op de agenda. Eigenlijk komt de dramatiek driemaal voor. Voor eerst gaat het altijd om jonge mensen. En de dood van een jonge mens is altijd dramatisch. Ten tweede gaat het om jonge sportmensen. Voorbeelden, toonbeelden van goede gezondheid. En ten derde, meestal is het dan nog rechtstreeks op de televisie. Ja. Dus het is werkelijk een zeer dramatisch probleem, jawel. Je zou denken dat dit soort topsporters uit en te na gekeurd zijn. Wat is dan toch de oorzaak? Wel, eerst en vooral kan ik u melden dat de keuringen natuurlijk veel intenser gebeuren dan vroeger. Maar in de geneeskunde bestaat het woord waarborg niet. Dus het zal altijd wel zo zijn dat er elementen zijn die ontsnappen aan onze investigaties. Wat wij doen bij FIFA en UEFA is de PCMA, wat wil dat zeggen? Pre-Competition Medical Assessment. Waarbij iedereen die aan een toernooi deelneemt, verplicht wordt om vooraf een grondige screening te ondergaan. Zowel orthopedisch als voornamelijk cardiaal. Dat bevat een grondige anamnese, dat bevat een serieus klinisch onderzoek, een elektrocardiogram en een echocardiogram. Zonder dat kan men niet deelnemen aan een van onze internationale competities. Maar dat geeft natuurlijk geen waarborg. En we zien het uit de voorbeelden die u daar straks aangehaald hebt. En ook uit het feit dat er nog zoveel jonge mensen sterven op het veld. Klopt het dat er ook veel sporters, voetballers misschien ook, gebruik maken van pijnstillers bij klachten, ibuprofen? En heeft dat mogelijk een oorzaak op dit soort situaties? Wel, wanneer men de oorzaken onderzoekt, komt men natuurlijk in de eerste plaats bij genetische en verworven hartafwijkingen. Ik denk hierbij aan de cardiomyopathie, aan de ventrikelhypertrofie. Maar meer en meer gaat men ook in andere richtingen zoeken. En zo denkt men momenteel dat een van de belangrijkste oorzaken een infectie is die vooraf is opgelopen. Maar inderdaad, er zijn momenteel studies bezig die erop wijzen dat overmatig gebruik van anti-inflammatoire middelen, zoals u ze aanhaalt, ook zou kunnen een invloed hebben. Het zijn middelen die veel te vaak gebruikt worden door onze sportmensen, die een negatieve invloed hebben op het digestieve stelsel, op het urogenitale stelsel, maar men begint meer en meer te vermoeden dat ze ook een negatieve invloed hebben op het cardiovasculaire stelsel. Nu heeft u zelf zo'n situatie meegemaakt, weliswaar lang geleden, in 1972, toen was u clubarts bij Club Brugge. En daar speelde iemand die we in Nederland natuurlijk goed kenden toen, Ajaxiete, Nico Reinders. Wat gebeurde er toen en hoe heeft u hem kunnen helpen?
Wel, als ik de beelden rond Nouri deze namiddag nog eens bekeken heb, dan heb ik automatisch teruggedacht aan 12 november 1972, toen Nico Reinders exact op dezelfde wijze op het voetbalveld is neergevallen. En toen heb ik inderdaad kunnen Nico Reinders reanimeren en is het alles weer goed gekomen, toch zeker voor een drietal jaren. Maar het is precies op dezelfde wijze verlopen. En ik kan u melden dat mij dat heel, heel erg getroffen heeft en dat mij dat mijn ganse loopbaan is bijgebleven. Want het is een bijzonder intens dramatisch moment. Ja. Meneer De Hoge, wij weten niet wat er precies gebeurd is met Nouri. U bent zijn arts niet, dus daar ga ik u ook geen vragen over stellen. Niettemin, wat kan er verbeteren in de sportwereld naar aanleiding van uw melding dat dit minstens één keer per maand voorkomt? Wat valt er nog te verbeteren? Wel, ik dank u dat ik geen uitspraken moet doen over dit individuele geval, omdat ik de voorgeschiedenis niet ken. Ik heb natuurlijk wel de beelden bekeken en ik heb daar ook wel mijn opinie over. Ik denk dat het hier ging om een ventriculaire tachycardie die geëvolueerd is naar een fibrillatie, waardoor de circulatie is uitgevallen en waardoor dus de zuurstofvoorziening onder meer van de hersenen daar zwaar onder geleden heeft. Wat er moet gebeuren zijn twee zaken. In de preventieve fase moet men de onderzoekingen die ik reeds aangehaald heb en die gebeuren op internationaal niveau uitbreiden naar de nationale competities. En op curatief vlak is het absoluut noodzakelijk dat we een defibrillator ter plaatse hebben bij alle voetbalwedstrijden. Dit is momenteel nog niet het geval en dit moet absoluut zo evolueren. Het is wel reeds zo bij onze internationale competities, zowel bij FIFA als bij UEFA, maar het moet uitgebreid worden. Het moet uitgebreid worden naar de nationale competities, tot op het laagste amateurniveau. Als u weet dat u nu een defibrillator kunt kopen voor pakweg 1000 euro, dan is zelfs bij de meest bescheiden amateurclub, denk ik, 1000 euro toch wel een prijs die mag betaald worden voor een mensenleven. Duidelijk. Meneer De Hoge in Brugge, dank u wel voor uw commentaar en uw tijd vanavond in Nieuwsuur. Graag gedaan, graag gedaan. We gaan naar